dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we even kijken naar het examen wat jullie hebben gemaakt in tijdvak 1. Er zat geen rij in deze keer. Dus, sommige mensen vonden het fijn, andere mensen misschien niet. Maar laten we even kijken wat het allemaal was. Dus hier is die examen 2022 tijdvak 1. 20 mei, sorry, een poosje geleden. Er hoort een uitwerkbijlage bij. Ja. Nog wat vervelende vragen. Formuleoverzicht, somregels, productregel, conciëntregel, kettingregel. Die ken je natuurlijk allemaal. En ook de rekenregels voor het logaritme. En die had je heel erg nodig bij één vraag. Oké. Blind simultaan dammen. Nou, bla bla bla. Als je een damwedstrijd hebt, zijn er 3 mogelijke uitkomsten. Winnaar, gelijkspelen of verliezen. De winnaar krijgt 2 punten, de verliezer krijgt 0 punten. En als je gelijk speelt, krijgen ze allebei 1 punt. Nou, dat is leuk. En als je nou het wereldrecord blind simultaan dammen wil verbreken, dan moet je tegen meer tegenstanders spelen dan de zittende wereldrecordhouder. En je moet ook minstens 70% van het maximaal te behalen aantal punten scoren. Dus je kan wel tegen 1000 mensen gaan dammen, maar als je dan alle 1000 verliest, dan heb je geen record. Ja, dat kan in feitelijk iedereen. Dan zeggen ze, in 1950 scoorde de Nederlandse dammer Piet Rosenburg tegen in totaal 5 tegenstanders precies 70%. Met deze score werd hij toen recordhouder. Onderzoek op welke manieren deze partijen van Piet Rosenburg verdeeld kunnen zijn in aantallen keren winst, verlies en remise. Oké, laten we even kijken. Juist, som 1. Dus je hebt 5 tegenstanders. En als je 5 tegenstanders hebt, dan is het maximaal te behalen punten dat je van alle tegenstanders wint. Dus 5 keer 2 is 10 punten. En dan staat in de tekst dat hij precies 70% van het maximaal te behalen punten had. Dus dan zeg je, nou, dan doe ik 0,7 keer 10 is 7. Hij had kennelijk 7 punten. En de vraag is, op hoeveel manieren kan je dan 7 punten halen? Waarbij je gaat kijken naar de aantallen keren winst, verlies en remise. Dus niet naar de volgordes. Of je eerst wint en dan verliest en dan weer wint of zo. Nee, het gaat alleen maar om hoe vaak je wint, hoe vaak je verliest en hoe vaak je remise speelt. Laten we even kijken. Je kan natuurlijk winnen. En nog een keer winnen. En nog een keer winnen. En dan heb je al 6 punten. Nou, dan speel je nog een keertje gelijk. Dan heb je 7 punten en dan moet je nog een wedstrijd. Dus nog een keertje 0 punten verlies. 7, die doet het. He, dus dat is winst, 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 gelijkspel, remise en verlies. Nou, dat is een manier om 7 punten te halen. En de andere manier is dat je wat minder vaak wint. Proberen, dus dan win je 2 keer bijvoorbeeld. Zo. En dan moet je nog 3 punten erbij. Nou, dan kan je precies 3 keer remise spelen. Dat is ook 7. Dus dat is winst, winst, remise, remise, remise. Dus het werkelijke antwoord is eigenlijk, je kan 3 keer winst hebben, 1 keer remise en 1 keer verlies. Of 2 keer winst en 3 keer remise. Som 2. Bij een latere recordpoging, 2014, speelde de Nederlandse dammer Ton Sijbrands tegen 32 dammers. Dat is best wel veel. Hij won 14 partijen en verloor er geen. Een sportjournalist beweerde, gelukkig heeft hij geen wedstrijd verloren, want anders had hij geen 70% score gehaald. Onderzoek of deze bewering juist is. Dus 32 dammers, dus 32 tegenstanders. Laten we eens even kijken, dus wat is dan de maximale score? De maximale score is 32 keer 2, 64. En 70% daarvan, en dat gaan we even op de rekenmachine doen, 0,7 keer 64 geeft een score van 44,8.
Maar je kan alleen maar hele punten halen. Dus je moet minstens 45 punten scoren. Oké. Dat heeft hij nodig. Dat is die 70%. Goed. Nou, wat heeft hij nu eigenlijk gedaan? Er staat in de tekst dat hij... eventjes een dingetje aan de kant zetten hier. Ja, dat hij 14 partijen heeft gewonnen en geen enkele partij heeft verloren. Dus de score, de werkelijke score die hij had, is 14 keer winst, dus 14 keer 2. En de overige wedstrijden, dus dat were 32 min 14 wedstrijden, zeg maar, heeft hij 1 punt gehaald. Nou, 14 keer 2 is 28. 32 min 14 is 18. Dus dat betekent dat hij 46 punten heeft gehaald. Dus hij heeft minstens 45 punten nodig. Hij heeft er 46 punten gehaald. Is het dan ook echt mogelijk om 45 punten te halen? Ja, dan had er een remisepartij moeten verliezen. Dus als hij een remisepartij had verloren... Dan had hij 45 punten gehad en dan was het goed geweest. Dus die journalist die weet niet waar hij het over heeft. Zoek maar eens op het Gell-Mann amnesia effect. Dat is leuk voor mensen die daar interesse in hebben. Dus Gell-Mann, ik denk dubbel L, dubbel N, weet ik niet zeker, amnesia effect. Stel dat je verveelt of zo, weet ik veel. Interessant. Het gaat over kranten, journalisten, dat soort dingen. Oké, dan. In 1982 heeft Ton Sijbrands het wereldrecord behoorlijk stevig in handen. De tabel geeft een overzicht van zijn wereldrecords. Oké, ik zie een jaartal, ik zie een aantal partijen. Ik zie een aantal keer winst, een aantal keer remise, een aantal verlies. En de percentage van de score. En die score die daalt dus, maar hij zit wel steeds boven de 70%. En boven de 70%, of precies gelijk 70% mag ook, hè? Ja, precies gelijk 70% mag ook. Oké, dus dit is allemaal oké. En wat moeten we daar dan mee doen? In de rest van deze opgave bekijken we deze ontwikkelingen nader. We letten daarbij eerst op het verloop van het aantal partijen P in de tijd. We noteren de tijd T in jaren, met T is 0 is 1982. Hiermee maken we figuur 1. Oké, de punten in figuur 1 liggen bij benadering op een lijn. Dat is de trendlijn. Deze lijn is in figuur 1 ook getekend. De lijn suggereert dat Sijbrands in de toekomst een record van 38 partijen kan behalen. Is dat zo? Misschien wel, maar ik vind wel dat percentage wel behoorlijk aan het dalen is. Dus het zou best kunnen zijn dat hij misschien wel... meer tegenstanders krijgt. Maar of die dan nog steeds die 70% haalt, dat is een beetje de vraag. Dat is wel gestaag hier aan het dalen. Maar ja, soms is er ook een uitschieter naar boven. Dus oké, goed. Doet er niet toe voor de vraag. 38 partijen. Bereken in welk jaar dit uitgaande van deze lijn het geval zou zijn. Oké, goed. Dan moeten we die lijn eventjes erbij pakken. En ik heb hem hier... staan. We gaan hem eventjes wat beter. Oeps. We gaan hem eventjes wat beter zichtbaar maken. Deze is het. Ik had de verkeerde. Zo. Nee, hij staat helemaal niet op de uitwerkbijlage. Oké, sorry. Nee, we moeten het hiermee doen. Dus, laten we even twee punten aflezen dan. He, dus bij som 3. Bij t is 0 kunnen we het goed aflezen. Daar hoort bij een p van 10. De andere punten die zijn wat moeilijker af te lezen... Hier zit er eentje precies op. Maar we hoeven natuurlijk niet af te lezen. We kunnen in de tabel kijken. Maar dit punt, dat is het voorlaatste punt. Die ligt goed op de lijn. Dus laten we even kijken
welke gegevens daarbij horen. Dat is 2009. Dus T is 2009 min 1982. En de P die daarbij hoort is 28. Oké, okay, nou 2009 min 1982, dat kan je natuurlijk uit je hoofd. Maar ik hou niet zo van die grote getallen. Ik doe het lekker niet uit mijn hoofd. Dat is 27. Oké. Okay. Goed. Nou, dan kunnen we de richtingscoëfficiënt gaan berekenen. Dan zeggen we, nou, we gaan de verandering van P delen door de verandering van T. P gaat van 10 naar 28, dus de verandering van P is 28 min 10. En de verandering van T is van 0 naar 27, dus gewoon 27. En dan kom je uit op 18 gedeeld door 27. En 18 gedeeld door 27 is een breuk, die kan je vereenvoudigen. Dat wordt 2/3. Dus die formule wordt P is 2/3 keer T plus het begingetal. Maar ja, we weten wat er in jaar 0 gebeurt, namelijk P is 10. Dus het begingetal is hier gewoon 10. Je krijgt ook maar één punt voor het opstellen van deze formule. En dan, wat moeten we dan doen? Berekenen in welk jaar dit uitgaat van deze letter. Oh ja, wanneer er 38 uitkomt. Dus dan zeggen we, nou, 2/3 T plus 10 is 38. Nou, je mag dit gewoon met calc-intersect doen. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen van, doe het met calc-intersect. De kans dat je het fout doet is kleiner. Maar goed, een lineaire vergelijking kunnen we dan nog wel even exact doen, denk ik. Dus 38 min 10, 28. Dus dan gaan we T delen door 2/3. Dus 28, niet T delen, ja T ook. 2/3 T delen door 2/3, oké. We delen alles links en rechts door 2/3. En dan kom je uit op 42. Mooi geheel getal, geen gedoe met afronden. Ja, dat is het voordeel als je de getallen uit de tabel gebruikt. Als je het met de grafiek had gedaan, dan had je misschien het iets anders afgelezen. Dan was je in de buurt van die 42 uitgekomen. En wat wel heel belangrijk is, is dat je punten afleest op de lijn. En dat je niet gaat kijken naar punten die niet op de lijn liggen. Want het idee is juist dat je naar de trendlijn kijkt. Oké, okay, dus dan hoe maak ik er dan een jaartal van? Nou, T is 0 is 1982. Dus dan kunnen we gewoon die 42 erbij tellen. En dan kom je uit op 2024, dus over 2 jaar. Oké, okay, nou leuk. Gaan we naar de volgende som. Vervolgens kunnen we kijken naar de duur van deze recordpogingen. En de duur van die recordpogingen staat niet in de tabel, dus dat moeten we echt gaan aflezen. In figuur 2 is deze duur in uren uitgezet tegen de tijd in jaren. Ook hier komt T is 0 overeen met het jaar 1982. Oké, okay. Dus weer een grafiekje. In figuur 2 kan je onder andere aflezen dat de duur van de recordpoging van Sijbrands in 1987 en 1991 ongeveer 11 uur was. Ja, even kijken, dit was 1982. Dus als je daar dan 5 bij telt, is het 1987 en zit hier vlak boven de 10. Dus inderdaad, dat is wel 11 uur. En hier zit je vlak voor 1992 eigenlijk, hè, 1991, zit je ook bij de 10. Dus inderdaad, die duur kan je hier aflezen. En bij het aflezen mag je er 1 jaar naast zitten. Dus ja, dan moeten we kijken of we dat een beetje kunnen. Het is trouwens niet gegeven dat die uren ook daadwerkelijk gehele getallen zijn. Hè? Dat lijkt me sterk dat een recordpoging precies een aantal uur duurt. Geheel aantal uur. Dus die dingen zijn ook niet op die millimeters dan weer getekend. Interessant. Oké. Okay. Maakt niet zoveel uit. We noemen figuur 1 een PT-diagram en figuur 2 een DT-diagram. Door deze figuren te combineren kunnen we een DP-diagram maken. In figuur 3 is hiermee een begin gemaakt. Figuur 3 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. Oké, nou kunnen we nu de uitwerkbijlage er even bij pakken. En we moeten gaan tekenen, dus ik zet even mijn ruitjes aan. En even vraag 4. En vraag 4 eventjes verplaatsen naar een leeg plekje op het bord. En we gaan hem eventjes matchen met de ruitjes. Ik heb het zo gemaakt dat de centimeters in de bijlage, dat die precies kloppen met de centimeters die ik heb. 1 centimeter bij mij is 45 pixels vandaag.
Oké, dus dit is hem. En je ziet dat het mooi past bij onze ruitjes. Dus dat is fijn. Dan kunnen we het ook een beetje nauwkeurig proberen te tekenen hier. Oké. Hoeveel punten staan hier eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. En in die andere diagrammen hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punten. Dat betekent dat we er 4 punten bij gaan moeten tekenen. En dat zijn natuurlijk de punten die horen bij die meerdere aantallen partijen. Dus welke aantallen partijen hebben we dan? Laten we die even uit de tabel halen. Dus we hebben 24 aantal partijen. Oké, eventjes undo move layer. Ja. Zo, dus we hebben 24 partijen, 25 partijen, 28 partijen en 32 partijen. En van die aantallen partijen moeten we de duur gaan aflezen. Dus daarvoor moeten we even weten welke t erbij hoort. Nou, dus 2004, dat is dan 22 jaar na die, is dat zo? Ja, 22 jaar na die 1982, dit is 22 jaar. En die 25 is 3 jaar verder, dus dat is 25 jaar. Dus dit is T en dit is P. Oké, en 2009 is weer 2 jaar daarna, dus dat is 27. En 2014 is weer 5 jaar daarna, dus dat is 32. Dat vind ik wel toevallig. Je hebt dus 2 keer hier de T gelijk aan het aantal partijen. Dat zegt natuurlijk niks, maar wel grappig. Oké, dus nu moeten we de duur van die partijen gaan aflezen. En dat kunnen we omdat we nu de tijd in jaren weten. Dus, de 22 zit hier, de 24 zit hier. Wat is hier de... Nee, wacht, deze hebben we net uit de tabel gehaald. Het gaat me om deze, met de duur. Oké, dus 22. Dit is dan hier die... dit is 20, 22. Oké, de duur is hier 25. En bij T is 25, wordt een duur van 28. En bij 27 hier, wordt een duur van 42. En bij de laatste, bij 32, wordt een duur van 48. En dan moeten we nu deze getalletjes gaan tekenen in de uitwerkbijlage. Dus bij P is 24. Nou, even kijken. Als je dit in 5 stukjes verdeelt. Hè, zo. Dit is 24. 25, 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Zoiets. Oké. Bij 24 hoort 25. Dus die zit precies hier. Jullie hebben die lijntjes niet. Maar ja, ik heb ze nu wel. Jullie hebben natuurlijk een geodriehoek, dus je kan je net meten. Bij 25 hoort 28. Dat is hier ergens. Hè? Bij 28 hoort 42. Dat gaat opeens een stuk omhoog. Dus dat is hier. En bij 32 wordt 48, dus dat zit hier ergens. Oké, nou, dat is leuk. Een hoop werk dus. Met allemaal getallen die op elkaar lijken. Jij moet dan een tabel en een grafiek met elkaar combineren. Het is een beetje vervelend, maar je hoeft er niet voor te kunnen differentiëren, laten we het zo zeggen. Dus ik vind het een beetje baggervraag. Maar goed, we hebben er wel voldoende aandacht aan besteed, denk ik. Oké,
Nou, ga verder op de volgende pagina. Ja. Levensverwachting. De levensverwachting is het aantal jaren dat mensen naar verwachting gemiddeld zullen leven vanaf hun geboorte. Bla 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 bla. Ja. In Nederland stijgt de levensverwachting al geruime tijd. Hier hebben we een lijntje, jaartalletjes. Ik vind het enig te zien dat de levensverwachting vrijwel lineair stijgt. Volgens een recente schatting zal in 2099 de levensverwachting van Nederlanders 90,78 jaar zijn. Onderzoek met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage of deze schatting overeenkomt met de schatting die uitgaat van een lineaire toename van de levensverwachting. Oké, nou dan pakken we eventjes de bijlage erbij van vraag 5. Die gaan we even opschuiven naar een leeg plekje van het bord. En dan zien we dat ik hier ook redelijk goed de centimeters heb gematcht. Zo, zo is goed genoeg. Oké, nou, je moet dus hiervan een lineaire formule maken. En de manier waarop ik dat graag doe, is dat ik eventjes gewoon een lijntje ga trekken. Een rechte lijn. Een trendlijn. En dan gaan we gewoon een formule maken van die trendlijn. Dus nou, eventjes proberen. Is dit een goede trendlijn? Ik wil hem ietsje hoger laten beginnen, denk ik. Zoiets. Dit is een mooie trendlijn. Oké, en dan moet je een formule maken van die trendlijn. En ja, je kan natuurlijk wel gewoon dit punt en dit punt gaan aflezen. Maar dan moet je heel nauwkeurig aflezen om het goede antwoord te krijgen. Dus het leven is makkelijker als je hier ergens een punt afleest. Bijvoorbeeld bij, even kijken hoor. 2012 zit ongeveer op dit lijntje. Oké, dus dit punt gaan we aflezen. Dat is 2012, 80, 82. Dus dat is, dit is 81. Ik zou zeggen 80,6. Nou, 80,6. Oké. En dan gaan we hier in het begin ook een puntje aflezen. Hier. En dat is 1950. En de leeftijd die erbij hoort is, ik zou zeggen 71,4. Nou mag je in het antwoordmodel mag je er behoorlijk ver naast zitten met je richtingscoëfficiënt. Dus ze zeggen bij zo'n 5, dat mag je zelf opzoeken op het examenblad, het correctievoorschrift. Je richtingscoëfficiënt mag zitten tussen de 0,13 en de 0,17 inclusief. Dus ik ben benieuwd waar ik uitkom nu met mijn mooie afgelezen punten. Maar vast wel ergens daartussen. Oké. T is 0, kunnen we gewoon in het jaar 0 doen. Waarom niet? Je kan ook zeggen T is 0 1950. Dat is een kwestie van smaak. Zullen we T is 0 1950 doen? Dan hoeven we de B niet uit te rekenen. Dan hebben we de B al cadeau. Dus ik zou zeggen inderdaad T is 0 is 1950. Dat scheelt weer met rekenen voor de B. Dus dan is de formule levensverwachting is A keer T, als in T is het jaartal, of het jaar sinds 1950, T in jaren, plus B. En die richtingscoëfficiënt is dan de verandering van de uitkomst, dus 80,6 min 71,4. Gedeeld door het verschil. Dus dan 2012, hè, dat is dan 62 jaar, ja, min 0, oké. Nou, wat komt daaruit? 80,6, meneer u vergeet haakjes, nee, niet erg, want ik doe straks even tussendoor enter. Min 71,4, het verschil in levensverwachtingjaar is 9,2, dat delen we door 62. En dan komen we uit op een richtingscoëfficiënt van 0,1. 4, 8, nog wat. En daar willen we mee verder rekenen. Dus die slaan we even op in A, de rekenmachine. Oké, dus nu hebben we onze formule voor de levensverwachting. L is 0,14. Het is geen eindantwoord, hè. En als het geen eindantwoord is, hoef je getalletjes niet af te ronden. Je mag ze gewoon afkappen en puntje, puntje, puntje doen.
kijkt ook een stuk makkelijker na. Kans dat je het fout doet is een stuk kleiner. Plus B, het begingetal. Nou, we hadden in 1950 afgelezen. Deze 0 is 1950. Dus dit is 71,4. Dan moeten we een uitspraak doen over 2099. Nou, 2099, daar hoort bij een T van 149. Ja, het is bijna 2100, dat is 150 jaar, maar het is een jaartje minder. Dus dan gaan we die 149 invullen in de formule. Oké. Nou, nu hebben we profijt van dat we die A in de rekenmachine hebben laten staan. We hoeven hem namelijk niet in te toetsen. We doen gewoon alpha A. Meneer, dit had je in dit geval toch ook met ans kunnen doen? Ja, dat klopt, want je hoeft maar één getal te onthouden. Als je meerdere getallen moet onthouden, dan moet je echt gaan kloten met het alfabet en met sto. We gaan het nog wel een keertje doen in dit examen waarschijnlijk. Dus A keer 149 jaar plus 71,4 geeft een antwoord van 93,5. En dat is wel heel anders dan 90,78. Dat is een groot verschil. Is ongelijk. 90,78. Komt dus veel meer. Niet over 1. Komt niet over 1. Oké, die meer staat er niet hoor. Maar jullie weten dat het er moet staan. Komt niet over 1. Zorg dat je je conclusie opschrijft. Hè? Want in de vraag wordt gezegd van wat is de conclusie? Nou, dan moet je de conclusie ook zeggen. Want als je dat niet doet, kost het een punt. Het laatste punt is voor een passende conclusie. Als je je lijn verkeerd had afgelezen, dan had je bijvoorbeeld ook rond die 90,78 uit kunnen komen. Dan had je kunnen zeggen, ja, komt wel best wel goed overeen. Maar ja, dan heb je je lijn wel echt wel heel erg scheef afgelezen. Maar dat, in dit geval vinden ze niet erg. De ene keer zijn ze heel streng met aflezen. En de andere keer boeit het ze eigenlijk niet. Heel, heel verwonderlijk is dat altijd. Maar goed. Hier een walgelijk tabelletje. Uit onderzoek is bekend dat mensen met een hoog inkomen gemiddeld langer leven dan mensen met een laag inkomen. Bla 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 bla. In figuur 2 is voor een groot aantal landen de levensverwachting uitgezet tegen het gemiddelde inkomen per persoon. Hierbij stelt iedere stip een land voor. Op de horizontale as staat het gemiddelde inkomen per persoon P in dollars. En op de verticale as de levensverwachting L in jaren. Alle gegevens gaan over het jaar 2012. Nou, dat is mooi. En we zien hier dat Nederland ligt een beetje boven die trendlijn. En Qatar ligt er een beetje onder. Nou, wat ze hier dus hebben gedaan. Meestal als je logisch papier hebt, dan staan hier getalletjes bij deze lijntjes. En je weet ook welke getalletjes dat zijn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En omdat hier 10 staat, is dit eigenlijk 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dus dat moet je bewust zijn als je die stipjes goed wil kunnen aflezen. Want bij de som, ik heb nog niet gekeken naar de som. Dit is je som. Bereken met behulp van schattingen in de grafiek hoeveel procent lager dit is. Met een gemiddeld inkomen per persoon van best wel veel dollars is Qatar het land met het hoogste gemiddelde inkomen per persoon ter wereld. Toch was de levensverwachting daar in 2012 lager dan je volgens de trendlijn mag verwachten. Bereken lager dan je volgens de trendlijn mag verwachten. De trendlijn. Bereken met behulp van schattingen in de grafiek hoeveel lager dit is dan de trendlijn. Dus we hebben Qatar en we hebben de trendlijn. En dat moeten we gaan aflezen, de leeftijden die daarbij horen. Dus Qatar en de trend. Nederland heeft er niks mee te maken. Nou, even kijken. Dit stipje was 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dit is 80, dus het zit tegen de 80 aan. Ik zou zeggen 78,5. Dat is omdat het antwoordmodel dat zegt. Maar je mag daar anderhalf jaar naast zitten. Dus als jij dit afleest als 77 jaar of als 80 jaar, dan is het ook goed. Dus dat is best wel een gulle afleesmarge. Hier hebben we dan de trendlijn. Die zit hier. Hè? Dus die zit tussen de 80 en de 90. En het antwoordmodel leest hem af op 87,5.
Dus dat doen wij ook. En ja, je ziet wel dat hij een beetje hierbovenin zit. Dus dit is 80, dit is 90. Dus inderdaad dichter bij de 90 dan bij de 80. En dan mag je hier nog eens anderhalf naast zitten. Dus nou, dat lukt je wel. Oké, en dan moeten we zeggen, hoeveel is dit lager dan dit? Dus je moet hiervan uitgaan. Nou, oké. Dus dan gaan we kijken hoeveel het lager is. Het absolute verschil. Dat is 87,5 min 78,5. En dat moet je dan delen door deze. Want hier ga je vanuit. Je moet weten hoeveel lager dit is dan dit. In procenten. Dus hier deel je door. Als je deelt door het verkeerde getal ben je meteen 2 punten kwijt. Jammer. Maar je moet goed begrijpen wat je aan het doen bent. Dus je krijgt hier die 87,5. Kijk, bij een echt verschil maakt het niet uit. Bij een absoluut verschil maakt het niet uit met welke je begint, zeg maar. Bij een procentueel verschil wel. Als ik de getalletjes 120 en 240 heb, de een is 100% hoger dan de ander, maar de ander is 50% lager dan de een. Dus je krijgt echt ook verschillende antwoorden eruit als je het omdraait. We gaan uit van de trendlijn. De trendlijn is het ding waar we door delen. Nou, het verschil is 9. Die 9 delen we door de 87,5. Meneer, u moet 100% opschrijven. Dat vind ik niet, want 100% is gewoon 1. Dus ik kan gewoon dit opschrijven. Dit is als decimaal getal. En dan kan je hier een percentage van maken door het keer 100 te doen. Hele procenten, 10%. Oké, een percentagesommetje berekenen. Dat is op zich makkelijk, maar dat aflezen van die punten, dat is voor sommige mensen vervelend. Goed, nou, dan gaan we weer verder. De trendlijn in figuur 2 is een rechte lijn. Dus er bestaat een lineair verband tussen log L en log P. Dit verband ziet eruit als, even overschrijven, dus daar moeten we namelijk wat mee doen. Log L is gelijk aan 0,084 keer log P. Plus 1,509. Als je dubbel logaritmisch papier hebt, heb je een machtsverband. En dit is een machtsverband en dat kan je laten zien. En ze zeggen, je kunt deze formule ook schrijven als een machtsverband. Dat verband ziet er dan als volgt uit, bla bla bla. Nou, deze formule hebben ze gegeven omdat je er bij som 8 er nog iets mee moet doen. Maar ze zijn wel heel bang dat leerlingen gewoon hier iets mee doen en dan op een gegeven moment gewoon dit antwoord opschrijven. Dat je eigenlijk gaat bluffen dat dit eruit komt. Dus we zijn bij som 7 in het antwoordmodel heel streng met alle tussenstappen die je moet opschrijven. Dus nou, laten we even gaan kijken. Je kan hem op twee manieren aanpakken. Ik denk dat het leuk is om gewoon even die 0,084 hier in de macht te gaan zetten van die p. Dus dan krijg je hier de log van p tot de macht 0,084. En die 1,509 kunnen we misschien ook schrijven als een log. Hoe zit het ook alweer, log? Nou, heel even terugkijken naar de theorie van log. Hoe zit het ook alweer? Je hebt een grondtal. En dat grondtal, dat doe je tot de macht exponent. En dan krijg je de uitkomst. Meneer, ik vind dit wat abstract. Kunt u een voorbeeldje geven? Ja, bijvoorbeeld 2 tot de macht 3 is 8. Dit is een formule die je al in de onderbouw hebt geleerd. Nou, log was een manier om die exponent uit te rekenen. En dat ziet er zo uit. Dan doe je grondtal. Log exponent is, het grondtal log uitkomst. En wat er dan hier uitkomt, dat is de exponent. En dat kan je opschrijven als 2 log 8. Is 3. Dus als je met logaritmes werkt, moet je dit altijd realiseren. Als er niks bij je log staat, is het 10 log, hè? Dus dit is allemaal 10 log. Dat is fijn. Dus ik heb eigenlijk dit. Ik heb 10 log puntje, puntje, puntje.
is de exponent. Dus de exponent is dit. Die 1,509 is de exponent. Deze twee dingen zijn gelijk. Wat moet hier dan in staan? Nou ja, de uitkomst. Wat is de uitkomst? Grondtal tot de macht exponent. Dus 10 tot de macht 1,509. Als het wat snel ging, moet je terugspoelen. Oké. Dus het getalletje wat hier staat, kan ik uitrekenen met 10 tot de macht 1,509. En dan kom ik uit op 32,28. Ik stop daar met afronden, want het getal 32,28 hebben zij ook namelijk. Oké, en nu kunnen we deze logaritmes... Je had een rekenregeltje. Als je logaritmes optelt... Laten we het eventjes opzoeken. We hebben er niet voor niks het formuleblad erbij gekregen. Hè? Dus je doet g log a plus g log b. Dat is g log a keer b. Dus het regeltje moeten we nu toepassen. En dat wat we net hebben gedaan, die 0,084 erin zetten, dat was dit regeltje. Je hebt iets in de macht, dat kan je ervoor zetten. Ja? Oké. Maar ik vind dat je eigenlijk gewoon zoveel met logaritmes geoefend moet hebben dat je dat hele formuleblad niet nodig hebt. Ik denk dat als je hier het formuleblad nodig hebt, dat het niet veel goeds voorspelt. Want dan kun je er misschien ook wel niet goed mee werken. Maar dat is alleen maar mijn mening. En ik vind logaritmes leuk, dus ik heb een makkelijk leven in deze. 32,28, dus dat is die, keer die. Pas de volgorde van de vermenigvuldiging meteen maar even aan de som. Nou, en dan heb je 10 log L is 10 log bla. En dan kan je de logs weglaten. En als de logs gelijk zijn, zijn de binnenkanten gelijk. Dus 32,28 keer P tot de macht 0,084. Nou zijn er natuurlijk ook mensen die hebben gezegd van, oh, als het met log is, snap ik het niet. Die hebben de som gewoon overgeslagen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je kan prima 7 halen. Als je gewoon een paar dingetjes overslaat die je niet kan. Maar dan moet je wel percentages kunnen berekenen. Die walgelijke twee grafieken met elkaar combineren. Sommen goed kunnen maken natuurlijk. Oké, dus een kwestie van smaak. Dan. In figuur 2 is duidelijk te zien dat wanneer het gemiddelde inkomen per persoon stijgt, de levensverwachting volgens de trendlijn dat ook doet. Is dat zo? Kunnen we dat zien? Want hier stijgt het inkomen, hier stijgt de levensverwachting. Ja, dat kunnen we prima zien. Oké, dat is wel wat te doen. Door de logaritmische schaal is echter niet te zien of dit een toenemende of een afnemende stijging is. Interessant. Onderzoek met behulp van de afgeleide van L of er sprake is van toenemende of afnemende stijging. Oké, de afgeleide van L. Dan moeten we gaan differentiëren. Oké. Dit is een machtsformule. Hè? Dit is eentje van de vorm a keer x tot de macht n. En als je a keer x tot de macht n differentieert, dan krijg je a keer n keer x tot de macht n min 1. Dus als je hier differentieert, dan blijft die 32,28 gewoon staan. Die gaat keer dat getalletje wat hier in de macht staat, 0,084. En dan krijg je hier p tot de macht, dit getalletje, min 1. Dus dat is min 0,916. En dan mag je deze getalletjes nog met elkaar vermenigvuldigen. Je kan zelfs het onafgeronde getal pakken van de vorige som. En dan krijg je hier een voorfactor van 2,71 of zo. Oké. Nou, L-accent is inderdaad positief, maar er wordt niet gevraagd. We moeten zeggen wat L-accent doet. Nou ja, als je dat wil zien, kan je natuurlijk gewoon kijken naar de grafiek van die L-accent. Dus laten we dat even doen. We gaan een grafiekje tekenen. Die 2,71 keer 1 gedeeld door... Die min is gewoon 1 gedeeld door. X tot de macht 0,916. En dat die x, dat was het inkomen, hè, die p. En dat kon best wel een groot getal zijn. Zo.
En die levensverwachting, dat zat iets tussen de 0 en de 100 of zo. Dus dat zou er dan zo uit moeten zien. Hoewel, ik zit hier naar de afgeleide te kijken, hè, dus ik weet niet. Laten we kijken, wat gebeurt er als we het hier van min 10 tot 10 doen? Kunnen we dan een grafiek krijgen of niet? En als we niks in beeld krijgen, dan gaan we in de tabel kijken. Ja, dat ziet er een beetje misleidend uit, want het is net of die grafiek onder de x-as gaat lopen, hè? Maar dat is helemaal niet waar. Dus we gaan even een stukje inzoomen hier op de y-as. Oké, we gaan extreem inzoomen, we gaan 100 keer inzoomen. Zo. Daar komt hij. Nou, je ziet dat hij gaat helemaal niet door de x-as heen. Hij blijft er lekker boven. Hij is ook positief, hij kan helemaal niet door de x-as heen. Dus dan hebben we hier een schets van de grafiek. Zo. En dan zeg je de grafiek van L-accent daalt. Dus L is afnemend stijgend. Afnemend stijgend. Ik hoorde het even af. Hoe zat het ook alweer? Hè? Heel even, is misschien leuk om even nog naar te kijken. Even kort. Hoe kan je dat onthouden met, met die soorten stijgen en dalen? Nou, ik heb ooit een leerling gehad die had een prachtig tekeningetje gemaakt. Dit was het tekeningetje. Dit is toenemend stijgend. Kijk maar. Hij stijgt en neemt toe. Dit is afnemend dalend. Hij daalt en gaat steeds minder hard dalen. Dit is toenemend dalend. Hij daalt en gaat steeds harder. En dit is afnemend stijgen. En als je nou een stukje tekent van een sinusoïde, dan kun je precies al die soorten stijgen en dalen herkennen. Even hier dat scheiding maken. Nou kijk, hier is die afnemend stijgend. Hier is die toenemend dalend. Hier is die afnemend dalend. En hier is die toenemend stijgend. En wat heeft dat nou te maken met de afgeleide? Nou, we kunnen de hellinggrafiek tekenen van dit ding. En de hellinggrafiek, dat is de grafiek van de afgeleide. En die vertoont het volgende gedrag. Oké. Hier is die positief. Hier is die 0. Dan zit je in de top. Hier is die negatief. Hier is die weer 0. En hier is die weer net zo positief als daar. Hè? Want dat doet steeds hetzelfde. Dus die hellinggrafiek, ofwel die afgeleide, doet dit. Dus als de afgeleide positief is en daalt, dan is de oorspronkelijke grafiek afnemend stijgend. Als de afgeleide negatief is en daalt, dan is de oorspronkelijke grafiek toenemend dalend. Als de afgeleide negatief is en stijgt, dan is de oorspronkelijke grafiek afnemend dalend. En als de afgeleide, hij stijgt hier de hele tijd, positief is en stijgt, dan is de oorspronkelijke grafiek toenemend stijgend. Dus je moet uit de grafiek van de afgeleide één van deze vier eigenschappen beredeneren, concluderen. En dan kan je zeggen van, oh, de oorspronkelijke grafiek doet dit. En als je het op deze manier onthoudt, dan kan je het volgens mij nooit vergeten. Maar ja. Heel veel mensen wisten dit ook wel, maar die hebben het een beetje gammel opgeschreven. Dan kun je ook punten verliezen als je niet duidelijk bent. Oké, som 8 was dat. Dan gaan we verder. De formule van Kamp. Voor een winkelier zijn zowel aan het bestellen van producten als aan het in voorraad houden van producten kosten verbonden. Veronderstel dat de winkelier jaarlijks 100 stuk van een bepaald product verkoopt. Hij wil dat er per jaar in totaal 100 exemplaren besteld worden in en even grote bestellingen. Bijvoorbeeld 4 bestellingen van elk 25 stuks. Bepaal welke andere aantallen in deze situatie mogelijk zijn. Oké, dus even kijken. Hier naar som 9. En N is het aantal bestellingen. Oké, nou. Er zijn natuurlijk mensen die hun hersens hebben gebruikt en die dingen hebben overgeslagen omdat ze niet super realistisch zijn. Maar dit is een wiskunde-examen en je moet rekening houden met het feit dat hier misschien wel
100 bestellingen doet van 1. Dus dit is het aantal stuks, dat schrijf ik er even bij. Ja, zo'n winkelier zou 100 keer per jaar één ding kunnen bestellen. Nou, dat is natuurlijk onzin, dat gaat hij nooit doen. Maar het kan wel. Nou, de volgende is 50. En dan moet je 50 keer 2 stuks bestellen, ook niet super realistisch. Je kan 25 bestellingen doen van 4 stuks. Je kan 20 bestellingen doen van 5 stuks. Even kijken hoor. Ja, je moet 100 door kunnen delen. Hè. Dus je kan ook 10 bestellingen doen van 10 stuks. Je kan 5 bestellingen doen van 20 stuks. Eigenlijk is het gewoon dit rijtje, maar dan andersom. Ja, je kan die 4 bestellingen doen van 25 stuks. Maar die hebben we al. En je kan 2 bestellingen doen van 50 stuks. Je kan ook gewoon 1 bestelling doen van 100 stuks. Nou, dit zijn de andere aantallen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moest je er hebben. En dan kreeg je 2 punten. En als je er 4 of meer had, maar geen 8, dan kreeg je alsnog 1 punt voor deze som. Dus best wel gul. En deze, daar hoefden we niet naar te kijken. Dus als je dit had opgeschreven als mogelijkheid, hadden we gewoon genegeerd. Fijn dat dat in het antwoordmodel stond. Oké, dan. Bij een veelgebruikt algemeen model nemen economen aan dat de winkelier voor elke bestelling en voor elk in voorraad gehouden product een vast bedrag rekent. De formule bij dit model is bla bla bla. K is de reactie van euro's, A het aantal producten, B de bestelkosten per bestelling en het aantal producten per bestelling en V de voorraadkosten per product per jaar in euro's. Ja. Even kijken hoor. Zullen we even de formule proberen te begrijpen. Het aantal producten dat jaarlijks besteld wordt. De bestelkosten per bestelling in euro's. Ja. Dus als je 100 producten even kijken hoor. De bestelkosten per bestelling. Oh, per bestelling. Oké. Dus als je 。Ik heb kennelijk nog niet goed genoeg over deze formule nagedacht. Anders had ik misschien wel sneller kunnen bedenken hoe het zit. Het idee is dat de kosten lager worden als je meer producten per bestelling hebt. Oh ja, oké, meer producten. Dus, oké, dan snap ik even de kritiek op deze som. Want hier is n het aantal bestellingen. En hier is n opeens het aantal producten per bestelling. Ja, wat een pesterij is dit. Oké, het aantal producten per bestelling. Dus als je 100 producten bestelt, dat doe je eigenlijk 1 bestelling. En dan ben je het goedkoopst uit, want dan heb je maar 1 bestelling. Maar als je 50 producten bestelt, dan heb je 2 bestellingen. Dus dan heb je hier dubbele kosten voor je bestelling. Oké. En hier het aantal producten wat je in voorraad houdt. Hè. Als je het hele jaar, als je 1 keer bestelt, dan heb je 100 producten in voorraad. Maar ja, de helft ervan is al weg in de helft van het jaar ongeveer. Dus vandaar die half. Dit is het gemiddeld aantal producten wat je in voorraad hebt. Oké, nou je hoeft de formule niet te begrijpen, maar het is wel raar dat hier en het aantal bestellingen is en hier en het aantal producten per bestelling. Eigenlijk gewoon, ze hadden het hier ook gewoon kunnen omdraaien. Dan had je dezelfde n gehad. Dat zou ik wel gedaan hebben, denk ik, als ik als een ST was geweest. Maar goed, voor een bepaald product handelt, je hoeft niks te weten van die formule verder, je moet gewoon dom mee gaan rekenen. Hebben jullie trouwens ook heel goed gedaan. Voor een bepaald product hanteert een winkelier 8 euro bestelkosten per bestelling. De voorraadkosten zijn 60 cent per product per jaar. Per jaar verkoopt de winkelier 1000 stuks van het product en wil dus ook dat er 1000 producten per jaar besteld worden. De winkelier wil dat de totale jaarlijkse kosten maximaal 110 euro zijn. Bereken welk aantal bestellingen per jaar minimaal mogelijk is. Ja, dit is een hele rare vraag.
Want als ik een winkelier zou zijn, dan zou ik gewoon zo weinig mogelijk kosten willen hebben. En niet zeggen van, nou weet je, het maakt me niet uit wat het minimum is. Ik wil er gewoon maximaal 110 euro aan uitgeven. Dus we gaan straks ook gewoon even kijken naar het minimum. En als er dan iets anders uitkomt van je aantal bestellingen, dan is het wel een heel vergezochte vraag. Maar goed, we hebben geen invloed op de vragen. Zeker niet achteraf. Oké, goed. Dus dan gaan we die formule maar eens even opschrijven hier. Som 10 hier doen om de ruimte te besparen. Dus K is A keer B. Nou, het aantal producten dat jaarlijks besteld wordt is 1000. De bestelkosten per bestelling zijn 8. En het aantal bestellingen, dat is N. Zo. Plus een half. Keer N. Keer de voorraadkosten in jaar, per product per jaar. Dat was 60 cent. Oké, nou deze gaan we heel even in onze rekenmachine zetten. Dus I1 is 8000. Gedeeld door X. Plus 0,3x. Oké. 8000. Gedeeld door X. Plus 0,3x. Oké, nou die x, dat was het aantal producten per bestelling. Dus eigenlijk moet je x laten lopen van 0 tot 1000. Want dat was het maximale aantal producten per bestelling. Hè, dat je alles in één keer bestelt. En die kosten, ja, nou er wordt gesuggereerd dat ze in ieder geval 110 euro kunnen zijn. Dus laten we eventjes je y laten lopen van 0 tot 300. Dan krijgen we waarschijnlijk wel een mooie grafiek. Dat is een prachtige grafiek. En het wordt niet gevraagd, maar ik wil heel even naar het minimum kijken. Sommige leerlingen hebben dat ook gedaan en die hebben daarnaast niks anders gedaan. Ja, die hebben natuurlijk weinig gescoord. Want ik heb nu nog niks gedaan waar je een punt voor krijgt. Je krijgt pas een punt als je zegt van, hey, ik wil dat dit 110 is. Oké, dus waar ligt dat minimum? Dat ligt bij de 97 euro en dan heb je een aantal per bestelling van 163, dus dan moet je eigenlijk naar 200 gaan. Als je 200 producten per bestelling doet, dan heb je 5 bestellingen, dan heb je 100 euro kosten per jaar. Maar nee, deze winkelier die wil geen 100 euro kosten, die wil maximaal 110 euro kosten. Die zegt dat tientje, dat geef ik graag aan iemand anders. Belachelijk natuurlijk, maar oké. Dus I2 is 110. We gaan kijken wanneer dit ding 110 is. Oké. Nou, dan doen we calc intersect. Geeft. Goed. Eventjes doen. Eerst maar even deze doen. Die geeft een x van 266 2 derde, lijkt het wel. Maar ja, daar mag je eigenlijk niet van uitgaan. Dus ik noteer het gewoon zo. Puntje, 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 puntje. En hij geeft ook nog een andere waarde voor x. Ja, hij zit precies bij 100. Oké, dat is mooi. Oké, dus... hoeveel bestellingen horen hierbij? Dit was N, hè? N is 100 producten per bestelling, dus dit zijn 10 bestellingen. En ja, dit heeft niet een mooi aantal bestellingen, hè? Dus laten we eens even kijken wat hier uitkomt als ik het ga delen. Hè? Dan doe ik dus, N is dus die 266,6, maar die moet ik eigenlijk afronden. Maar als ik er bestellingen van maak, doe ik 1000 gedeeld door die 266,6. En dat is... die heb ik niet meer in mijn rekenmachine staan. Dus ik doe het wel gewoon zo. Dus dan moet je... 3,75 bestellingen doen. Maar dat kan niet. Dus dan moet je waarschijnlijk 4 bestellingen doen. Hè? Dus laten we eens even over nadenken. Dus...
Dus misschien moet je wel naar beneden afronden, weet jij veel. Het had kunnen zijn dat ze de vraag zo hadden geëngineerd dat je die drie had moeten kiezen. Dus welke is het? Welke is het minimale aantal bestellingen? Nou, als je drie bestellingen doet, dan heb je zoveel producten per bestelling. 1000 gedeeld door 3. En dan zit je bij een kosten van 124. Die 3 doet het niet. Die 3 is te klein. En als je nou 1000 gedeeld door 4 invult, 4 bestellingen, dan zit je bij 107. Dus die is goed. Je moet minstens, even kijken, wat was het? Ja, je moet zeggen hoeveel bestellingen minimaal mogelijk zijn. Nou, 3 is niet mogelijk. 4 doet het wel. Ja, en 10, en tussen 4 en 10 doet het ook. Maar je moet het minimum weten, dus je moet echt hier die 4 zeggen. Dus heel erg onrealistische vraag. Maar ja, het toetst wel of je weet wat je doet. Maar hetgeen wat je doet, heeft dan wel een zeer beperkte zinnigheid. Oké, rare winkelier. In het vervolg van deze opgave gaan we uit van het algemene model, waarbij we geen rekening meer houden met het feit dat n eigenlijk een geheel getal moet zijn. Hint, hè? Dus als je nou vergeten was dat n een geheel getal moest zijn en je had dit gelezen, had je nog even terug kunnen gaan naar som 10 en zeggen van oh shit, moest een geheel getal zijn. Maar n moet wel positief zijn. De optimale bestelgrootte is het aantal producten per bestelling waar de totale jaarlijkse kosten minimaal zijn. Ja, minimaal zie je, want nu wil ze het opeens wel minimaal hebben. In formule 1 zijn A, B en V getallen die bij een bepaald product bekend zijn. Daarom kan de optimale bestelgrootte berekend worden door de vergelijking afgeleide is 0 op te lossen. Hieruit volgt de zogeheten formule van Kamp. Met deze formule van Kamp weet je de optimale bestelgrootte, kun je de optimale bestelgrootte direct berekenen als je A, B en V weet. Laat zien dat de formule van Kamp inderdaad volgt uit de afgeleide is 0. Oké, nou, som 11, de afgeleide. De functie zelf is a keer b gedeeld door n plus een half n keer v. En die moeten we gaan differentiëren, waarbij n de variabele is. Dus de a, de b en de v zijn constantes. De n is dat is zeg maar de x. Nou, hier staat eigenlijk, eventjes een gedachtenwolkje, ab keer n tot de macht min 1. En als je ab keer n tot de macht min 1 differentieert, en n is de variabele, dan krijg je daar dus uit min ab keer n tot de macht min 2. En dat is weer dat differentieerregeltje wat we net ook al hadden. Dus hier komt uit min ab gedeeld door n kwadraat. Ja, en als je hier differentieert, gaat die n gewoon weg. Hè? Hier staat eigenlijk een half v keer n. En als n die variabele is en je gaat differentiëren, dan hou je gewoon die voorfactor over. Net als dat de afgeleide van 2x gelijk is aan 2. Dus hier hou je gewoon over een half v. Oké. Nou, dit is die afgeleide en nu willen we dat dit nul is. En we willen weten wat n is, dus we moeten n gaan vrijmaken. Dus wat doen we? We gooien die half v even naar de andere kant. Dus dan staat er min ab gedeeld door n kwadraat is gelijk aan een half v schrijf ik even als v gedeeld door 2. Met een minteken. Nou, die mintekens kunnen weg. En heb je hier breuk is breuk, kunnen we kruisexponentvuldigen. Dus dan staat er n kwadraat is gelijk aan 2 keer ab. Ja, dan deel ik meteen ook even door die v. Je kan het ook zien als verhoudingstabellen. Dus die is die keer die gedeeld door die. Dat is wat ik eigenlijk doe. N kwadraat is dus dit. Nou ja, en alles, het waren allemaal positieve getallen, dus dat is mooi. N is de wortel van 2ab. Dat is een b. Gedeeld door v. Nou, dat hebben zij ook. Zie je dat? Dat is de formule van Kamp. Dus die Kamp, dat was een super briljante wiskundige die toch zomaar even een formuletje kon differentiëren en dat kon oplossen met variabelen of zo. Daar weet ik verder niks van die Kamp. Maar vaak worden wiskundigen ook herinnerd voor niet echt het moeilijkste wat ze ooit hebben gedaan. Misschien is dat hier wel een voorbeeld van dat die Kamp gewoon allemaal geweldige dingen heeft gedaan, maar ook dit. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie vervelend is om te doen, maar als jij een grote wiskundige bent met een formule op je naam, ja, laat het dan een beetje interessante formule zijn. Maar goed, oké.
Door Formule 2 en Formule 1 te combineren, kan een uitdrukking gevonden worden voor de minimale kosten. Er blijkt dat deze minimale kosten evenredig zijn met de wortel uit A keer B keer V. Er geldt dus, de minimale kosten is een getalletje keer de wortel van A keer B keer V. Hierin is C de evenredigheidsconstante. De waarde van C kan onder andere berekend worden door de waarde van A, B, V, die we eerder hebben gezien in de opgave, te gebruiken. De waarden moeten dan zowel in Formule 3 als in Formule 2 ingevuld worden. Daarna kan met deze resultaten gebruikmakend van Formule 1 de waarde van C berekend worden. Bereken de waarde van C, geef je antwoord in 2 decimalen. Oké, nou. Jullie hebben dit ontzettend goed gedaan over het algemeen. Je kon namelijk gewoon precies doen wat er in de tekst stond. En dan ging het goed. Ik heb bij heel veel mensen heb ik daar gewoon 5 punten neer kunnen zetten. Ik wil deze som graag even op een andere manier doen. Namelijk zonder al die stomme getallen in te vullen. Meneer, is dat niet heel moeilijk? Nee, dat is niet heel moeilijk. Want we hebben hier de formule voor K. Dat was K is, even nog opzoeken, A keer B gedeeld door N, plus een half keer N keer V. En we hebben ook uitgerekend, dat was die formule van Kamp, N is de wortel van 2 keer A keer B gedeeld door V. Oké. Deze n hoort bij het minimum. Dus k min is eigenlijk gewoon dat je pakt die formule, de formule voor k, en dan vul je die n, die vul je in of die substitueer je. Dus dan krijg je dit. Dan krijg je ab gedeeld door de wortel van 2ab gedeeld door v plus een half keer de wortel van 2ab gedeeld door v keer v. Oké, nou, wat gaan we nu doen dan? Nou, ik stel voor om eventjes overal wortels van te maken. Waarom niet? Dus die a keer b, dat wordt de wortel van a keer b keer de wortel van a keer b. Meneer, dit is moeilijk. Ik heb het gewoon gedaan op de manier van het examen. Prima. En onderin, we hebben een rekenregel voor wortels. Die kennen jullie gewoon. Als je de wortel hebt van x keer y, ik gebruik even andere symbolen, dan is dat de wortel van x keer de wortel van y. Als x en y allebei positief zijn. Ze kunnen allebei negatief zijn, dan werkt het niet bij wiskunde A. En ook dit, als je de wortel hebt van x gedeeld door y, dan is dat eigenlijk gewoon de wortel van x gedeeld door de wortel van y. Dus de wortel van 2ab gedeeld door v kan ik schrijven als de wortel van 2 keer de wortel van ab gedeeld door de wortel van v. Hier ook. Plus. Die half is eigenlijk gewoon 1 gedeeld door de wortel van 2 keer de wortel van 2. Bovenin heb je de wortel van 2 en de wortel van AB gedeeld door de wortel van V. En die V hier is nog de wortel van V keer de wortel van V. Nou, wat gebeurt er dan allemaal? Kijk, die wortel AB kan je wegstrepen. Je deelt hier door een breuk met onderin wortel V. Dus dat betekent dat je mag vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk. Dus dan krijg je eigenlijk dit. Dus dan krijg je de wortel van AB keer de wortel van V gedeeld door de wortel van 2. Ik zit heel eventjes met mijn factoren 2. Oh nee, misschien komt het nog met plus. En hier hebben we die wortel van 2 strepen we weg. Zo. Die wortel v strepen we weg. Dus hier staat ook 1 gedeeld door wortel 2. Keer wortel AB keer wortel V. Oké. Maar hier staat nu allebei hetzelfde, zie je dat? Dus allebei een breuk met onderin wortel 2 en bovenin wortel van AB keer wortel V. Dus dan kan je dit optellen. Dan heb je eigenlijk. Ik zal even nog een tussenstapje doen. Dus je krijgt 1 gedeeld door wortel 2
gekeerde wortel van A keer B keer V. En je krijgt nog een keer 1 gedeelde wortel 2 keer de wortel van A keer B keer V. Zie je dat? En dan kan je dat optellen. Zeg je, ik heb hier 1, ik heb hier ook 1. Dan heb ik er samen 2. Dus 2 gedeelde wortel 2 keer de wortel van A keer B keer V. Maar 2 gedeelde wortel 2 is gewoon wortel 2. Dus dat staat wortel 2 keer wortel A keer B keer V. En wortel 2, dat is 1,41 op 2 decimalen. En dat was het getalletje wat ze zochten. Dus ja, jullie hebben dat gewoon gedaan op deze manier. Maar ik vond het leuk om het eventjes te doen zonder al die getallen in te vullen. Want ja, goed. En als je nou eigenlijk wiskunde B had moeten kiezen, heb je het misschien ook wel zo gedaan. Maar ik heb niemand gezien die het zo heeft gedaan. Het is wel gewoon goed. Oké. Bloeddruk. Ja, we gaan nog een of ander moeilijk af te lezen grafiekje doen. Het bloed pompt door het menselijk lichaam. Bla 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 bla. Het aantal keer per minuut dat het gebeurt noemen we de hartslag. Tijdens dit proces neemt de druk in de bloedvaten dus steeds toe en weer af. De hoogste druk wordt de bovendruk genoemd en de laagste druk noemt men de onderdruk. Dat wist ik trouwens niet. Dit is op zich wel, ik vond het wel een interessante som. Maar ja, jullie hoeven er niet blij van te worden. Dus eigenlijk is de bloeddruk gewoon een functie van de tijd. En de hoogste waarde en de laagste waarde, dat noemen ze dan de bovendruk en onderdruk. Oké. En straks gaan ze ook uitleggen hoe je dat ook kan meten. Dat is op zich ook wel grappig. Van een bepaald persoon is in figuur 1 de bloeddruk uitgezet tegen de tijd. Dus, nou, dat is leuk. Bepaal met behulp van figuur 1 de hartslag van deze persoon. Goed. Nou, ze hebben het natuurlijk expres zo gemaakt. Dat het niet super mooi uitkomt allemaal. Wat zouden we kunnen zeggen? Die bloeddruk begint hier. En wanneer sluit hij nou mooi aan? Ja, nou, ik zou gewoon op zoek gaan naar dit punt, maar dan op een later moment. En hoe verder je bent, hoe nauwkeuriger het wordt. Dus ik zou gewoon hier het laatste punt pakken. Dat zit hier. Zie je dat? Dus hoeveel hartslagen zijn dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En die doet er iets over. Iets om 4,7 seconden of zo. Zie je dat? Zit hier aflezen om 4,7 seconden. Dus ik zou zeggen 6 slagen in 4,7 seconden. Je mag er weer behoorlijk naast zitten hoor. Dat is op zich geen ramp. Ik zal zo even kijken hoe ver. Hoeveel is dat dan per minuut? Nou, dan kun je een verhoudingstabelletje maken. Dan zeg je, ik heb 6 slagen in 4,7 seconden. In een minuut heb ik 60 seconden. Dus hoeveel slagen heb ik dan in een minuut? Nou, 6 keer 60 gedeeld door 4,7. 6 keer, tweede keer dat we een verhoudingstabel nodig hebben, gedeeld door 4,7. Is 76, moest het ophelen? Nee, er staat niet in de som hoe je het moest afronden. Dus in de praktijk, als je een getalletje hebt tussen de 70 en de 80, dan vinden ze het goed. En hun antwoord is 75. We zullen even kijken waar ze dat vandaan hebben. Som 13. Ze zeggen, de periode is 0,8. Ja, dat kun je gewoon zien. Periode is 0,8. Of zeg, er zijn 5 hartslagen in 4 seconden. Ja, niet helemaal. Nee, als je hier kijkt naar die 4 seconden, dan kom je toch echt niet op deze hoogte uit. Dus eigenlijk is hun, ik kan hier niet op tekenen helaas, maar hun antwoord is sowieso ook, zit er ook naast. Maar ze nemen het wel als centrum van waar je omheen mag zitten, dus dat is een beetje discutabel. Maar goed. De meeste mensen hadden dit gewoon goed. En als je het echt heel verkeerd afleest, dan kom je te hoog of te laag uit. Dan heb je een punt minder voor deze som. Oké, 14. Als model van de bloeddruk wordt vaak een sinusoïde van de vorm P is A plus B sinus CT gebruikt. P is de bloeddruk, T is tijd in seconde, A en B en C zijn constanten. Deze constanten zijn afhankelijk van de hartslag en worden zo gekozen dat het maximum en minimum van de sinusoïde overeenkomen met bovendruk en onderdruk. Dus gewoon het maximum en het minimum. Het maximum en minimum komen overeen met het maximum en minimum. Een tweede persoon heeft als hartslag 66 slagen per minuut. Zijn bovendruk is 124, zijn onderdruk is 82. Stel een formule op voor P van de bloeddruk van deze persoon horen bij het model van de sinusoïde. Oké. Nou. Dus we hebben een mysterieus persoon.
En we hebben een bovendruk van 124 en een onderdruk van 82. Oké, eventjes tekenen. Dus de onderdruk hier is 82. De bovendruk is 124. En hier zit je dan zo tussen zo. Het is een sinusoïde. Het is een sinusoïde geworden. We benaderen met een sinusoïde. Oké, de evenwichtstand. Dat is hier toevallig ook de A. Dat is het gemiddelde van die twee dingen. Dus dat is 124 plus 82. Gedeeld door 2. Je moet haakjes gebruiken of op het juiste moment op N te drukken. Dan kom je uit op 103. Ja. En de amplitude, dat is dan de hoogste waarde, min de evenwichtstand. Dan kom je uit op 21. Oké, nou, nu zijn we er bijna. Dan hebben we alleen nog die C. En je hebt geleerd, C is 2π gedeeld door de periode. En de periode is hoe lang één hartslag duurt, zeg maar. Nou staat er dat hij 66 slagen heeft per minuut. Maar die t hier in de formule, hier t, de tijd is in seconden. Dus dan ga je als volgt te werk. Dan zeg je van nou, in 1 minuut, in 60 seconden, dit zijn de secondes, dit zijn de hartslagen, heeft hij 66 hartslagen. Hoeveel seconden duurt dan één hartslag? Nou, dat is die keer die gedeeld door die. Dat is 60 gedeeld door 66. Ofwel, dat kan je allemaal door 6 delen. 10, 11. Dus dit is de periode. Dus dan komt uit 2π gedeeld door 10, 11. Nou ja, en nu moeten we al deze getallen even samenvoegen in het model. Dus P is 103 plus 21 keer de sinus van 2π gedeeld door 10 elfde. Nou, de π, dat is natuurlijk een eigenschapje van wiskunde B'ers. Eigenlijk die π laat je gewoon staan. Maar dat hoeft niet. Als je die π intoetst in je rekenmachine is het ook goed. Ik zal ze even allebei doen. Dus de meeste mensen zeggen, in ieder geval als je een wiskunde B'er vraagt, zegt van, dat is gewoon 2,2π keer t. En je mag natuurlijk ook die 2,2 nog echt keer die pi doen en dan dat getalletje opschrijven. En dat is dan 6,91. Staat er nog iets bij over afronden? Nee. Dus je moet het correct afronden, maar er hoeft niet een specifiek aantal decimalen te zijn. Hoewel als je 7 invult, dan had ik het waarschijnlijk niet goed gevonden, maar dat heeft gelukkig niemand gedaan. Oké, de eenheid van bloeddruk is millimeter kwikdruk, afgekort mmHg. Mm is millimeter en Hg is het symbool uit de periodieke tabel voor kwik. Als je scheikunde hebt gehad of hebt onthouden vroeger uit de tweede klas of zo, dan weet je dat. Een modernere maat van bloeddruk is de kilopascal. Het is vrij eenvoudig om millimeter kwikdruk om te rekenen naar kilopascal. Daarvoor gebruiken we dat het verband tussen kilopascal en millimeter kwikdruk recht evenredig is. En dat de gemiddelde luchtdruk op aarde gelijk is aan 760 millimeter kwikdruk, maar ook gelijk aan 101,325 kilopascal. Nou, zo doen we dat niet. Wij doen dat met de dichtheid van kwik. Eigenlijk, als je dat serieus gaat doen. Maar wij doen het hier met een luchtdruk. Oké, goed, mag. En ze zeggen, stel een formule op voor het verband tussen K, de bloeddruk in kilopascal en H, de bloeddruk in millimeter kwikdruk rond, daarbij zo nodig af op 2 decimalen. Oké, goed. Zullen we een verhoudingstabel gebruiken? Dus, ik heb hier de druk. Even kijken hoor. Ik heb hier mijn millimeters kwikdruk. En ik heb hier mijn kilopascal. Nou, mijn millimeter kwikdruk, dat noem ik H. En die H, die kan bijvoorbeeld gelijk zijn aan 760. Dan is dat hetzelfde als dat ik
mijn druk in kilopascal heb, waar ze op onbegrijpelijke redenen een kaver hebben gebruikt, waardoor heel veel mensen de eenheden en de grootheden zijn gaan verwarren, helaas. Maar die K die is dan 101,325. Een verhoudingstabel. En nu willen we één van de twee weten. Dus laten we zeggen dat we H willen weten. Nou, H is 760 keer K gedeeld door 101,325. Dus 760 gedeeld door 101,325. Dan kom je uit op 7,50 keer K. Meneer, waarom schrijft u dit als 7,50 en niet gewoon als 7,5? Nou, dat is omdat het op twee decimalen moest. Dus vandaar, 0 is verplicht. Oké, doedruk meten wordt meestal gedaan met de methode van Rivarocchi. Of Rocci, ik weet niet of het Italiaans zal wel Rocci zijn. Genoemd naar de Italiaanse uitvinder ervan. Dat werkt als volgt. Jullie zullen dat wel een paar keer al hebben meegemaakt. Dat iemand je bloeddruk gaat meten en dan je hele arm afklemt. En dan heel rustig zo weer niet afklemt. Hartstikke leuk. Vooral als ze het van tevoren niet even uitleggen of zo. Maar goed. Zodat er geen bloed meer doorheen stroomt. Ja, dat is altijd fijn. Daarna laat men langzaam de lucht uit de band lopen totdat er voor het eerst weer een bloedstroming waarneembaar is. De bijbehorende druk is de bovendruk. Daarna laat men de band nog verder leeglopen totdat de bloedstroming niet meer waarneembaar is. De druk die daarbij hoort is de onderdruk. In figuur 2 staat een schets die bij deze formule past. Die bij deze methode past, sorry. Dus in figuur 2 gaat... Eigenlijk vind ik, als we nou gewoon die lijn ietsje schuiner hadden getekend, of ietsje minder van, dan had je gezien dat dit gewoon meestal twee snijpunten zijn. Het lijkt hier wel een raaklijn. Maar dat is het in de praktijk eigenlijk bijna nooit. Je zou nog kunnen discussiëren, als het een raaklijn is, detecteer dan wel die hartslag nog. Maar goed. In figuur 2 gaat de lijn van de bloeddrukmeter precies door de twee toppen van de bloeddruk. Dat kan je dus niet goed zien hier. Want het lijkt wel of die raakt naast de top. Maar oké. Omdat het verloop van deze lijn afhangt van hoe ver de band opgeblazen wordt en hoe snel deze leegloopt. Dus als die lijn anders loopt, dan loopt die niet precies door de toppen. Dat willen ze hier eigenlijk zeggen. Daarom is een dergelijke bloeddrukmeting nooit helemaal nauwkeurig. Boven- en onderdruk, of eigenlijk benaderingen daarvan, worden gevonden door te bepalen waar de twee grafieken elkaar voor het eerst en voor het laatst snijden. En dit is een belangrijke regel. Als je dit niet goed hebt gelezen, dan faal je deze som. Van een patiënt kan de bloeddruk benaderd worden met de formule bla bla bla. Oké, dus die moeten we straks vast in de rekenmachine zetten. En dan gaan we die methode toepassen. Daar wordt een bloeddrukmeter opgepompt tot 170 mm kwikdruk. En dan laat hij de druk afnemen met 10 mm kwikdruk per seconde. Dus T is in seconde, hier is het ook in seconde. Dus geen onzin hier, geen gedoe, alles is netjes in seconde. Oké, 16. We gaan het invullen in de grafische rekenmachine. I1 is 110 plus 23 keer de sinus van 2pi t. Dat is reken maar uit welke hartslag erbij hoort. En I2, dat is dat gekke pompje van die verpleegkundige. Die begint op 170 en dan gaat elke seconde gaat er 10 af. Dus dit. En hiervan moeten we de snijpunten gaan bekijken. Vooral het eerste en het laatste snijpunt. Dus kalk intersect. Goed. Die zooi halen we eruit. We zetten de bloeddruk erin van dit slachtoffer. 110 plus 23 keer de sinus van 2pi t. Ja, omdat we het in de rekenmachine zetten is dit natuurlijk een x. Hoewel je hebt tegenwoordig ook rekenmachines waarbij je zelf mag weten wat de variabele is, volgens mij. Maar
Bij Texas Instruments zeggen ze van nee, het moet een X zijn. Nou, oké, dan maken we gewoon een X. Oké, dat andere ding, die 170 min 10X. Zo. Window, dit kan niet langer dan 17 seconden duren. Misschien wel niet meer dan 7 seconden of zo. Even kijken. Ja, misschien wel. Oké, weet je wat? We laten de X lopen van 0 tot 10 seconden. En de Y, dat is de bloeddruk. Dus hij zit ergens tussen de... even kijken. Tussen de 80 en de 140 of zo. Dan heb ik alles mooi in beeld. Dus even nadenken over je window. Dan krijg je in één keer de goede grafiek. Zorg ook dat je rekenmachine op radialen staat. Want anders dan werkt dit niet. Nou, dit is hem. Het zijn toch misschien wat te veel perioden die ik heb getekend. Maar laten we even kijken. Hier is de bloeddrukmeter. Bovendruk. En onderdruk. Zie je dat? Dus de bovendruk zit hier. En de onderdruk zit daar. Het eerste snijpunt en het laatste snijpunt. Dus die gaan we zoeken. Nou, kalk. Intersect. Wat een interessante vraag is, van hoe ver kan je er maximaal naast zitten op deze manier? Dat is misschien wel een leuke wiskunde B-vraag voor het ST van volgend jaar. Jullie kijken toch niet. Even kijken. We moeten wel een notitietje maken. Een leuke wiskunde A-vraag is dat dan. Hè? Want een wiskunde B-examen heeft altijd een wiskunde A-vraag. En dat is dan deze. Even kijken. De snijpunt zit bij x 4, nog wat, maar dat boeit ons niet. Het gaat ons om de y. Kalk inzicht geeft x is 4,14, y is 128,5. Dus als je dat gaat afronden, dan kom je uit op een bloeddruk van 129, de bovendruk. En het laatste snijpunt, dan moeten we nog een keertje kalk intersect doen. Ja, liever over de lijn gelopen. Oké, hier. Dat zit bij x is 7,85. En y is 91,4, puntje, puntje. Dus de onderdruk is afgerond 91. Dat moest op hele getallen. Oké, nou, dat is leuk. Je ziet dus, die antwoorden die zijn niet helemaal nauwkeurig. Want de echte bovendruk is 133. En uit deze methode komt 128,5, 129. Dus daar zit je wel een stukje naast. Maar goed, oké. En de onderdruk hetzelfde verhaal. Support. Softwarebedrijven maken nieuwe software, maar moeten ook aandacht besteden aan het geven van support aan hun klanten. Zeker als de software bagger is, want dan is er meer problemen mee. Softwarebedrijf met een fictieve naam, maar het zal wel gebaseerd zijn op een echt bedrijf, is geconstateerd dat men als gevolg van deze toenemende vraag naar support elke maand 3% minder tijd dan in de maand daarvoor besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe software. Zie de figuur. Na 2 jaar moet al meer dan de helft van de beschikbare werktijd besteed worden aan support. En na 5 jaar kan nog maar 16% van de beschikbare werktijd aan het ontwikkelen van nieuwe software besteed worden. Oh jee. Als er door de toename van de support elke maand 3% minder besteed kan worden aan het ontwikkelen van nieuwe software dan in de maand daarvoor, dan kan je het percentage werktijd P dat aan support wordt besteed met de volgende formule berekenen. Blablabla. Oké. T is de tijd in jaren vanaf de lancering van de nieuwe software. Superleuk. Uit de figuur blijkt dat na 2 jaar meer dan de helft... Wat? Ja, dus nu gaan ze herhalen wat hier bovenin ook stond. Uit de figuur blijkt dus
dat na 2 jaar meer dan de helft van de tijd aan support wordt besteed en dat er na 5 jaar ongeveer 16% van de beschikbare werktijd aan nieuwe software besteed wordt. Bereken met behulp van de formule de procentuele toename van het percentage werktijd dat aan support wordt besteed tussen de 2 en 5 jaar na de lancering van de nieuwe software. Geef je antwoord in gehele procenten. Weer een percentage berekenen. Oké, gaan we. 17. Dus na 2 jaar. T is 2. Daar hebben we de formule. P is 100 keer 1 min 0,97 tot de macht 12 keer 2. En daar komt het percentage uit. Gaan we uitrekenen. Ik zet hem even in de rekenmachine. Dan hoef ik maar 1 keer die formule in te toetsen. Dat scheelt weer. Maakt het leven makkelijk. Dan kunnen we het met trace doen. Dus 100 keer. Dus dan gaan we gewoon zeggen I1. I1. En dan maken we hier een x van. Zo, dan hebben we het toegelicht. En dan kunnen we hier met trace alle antwoorden geven. Zo, huppakee. Dus dat is T is 5. En hier je P is. Oké. Dus 100 keer 1 min 0,97 tot de macht 12 T. Maar dat is dan hier een X. X was in jaren, loopt van 0 tot 10 jaar. Oké, dat vind ik wel fair. En dat percentage dat zit natuurlijk ergens tussen 0 en 100. Dus dit grafiekje krijg je dan. Dat is het grafiekje wat zij ook hebben. En dan gaan we daar 2 invullen en 5 invullen. Dus dan doen we 2 invullen. Trace 2 invullen geeft 51,8 puntje, puntje, puntje. Dit slaan we op in A. Nee. Zo. Gewoon sto en dan de letter. A. Dat is helemaal niet het antwoord wat ik wilde. Even kijken. Zit het misschien in de I? Kijk, oh, hier is de I. Ja, oké. Okay, dus die I, die slaan we even op in A. Dus het antwoord uit trace, dat zit altijd in I. En dat kan je opslaan in A. En dan kan je er later weer verder rekenen. En dan gaan we nog een keer trace doen, maar dan met 5. En dan geeft hij daar 83,9. Dat is die 84 uit de tekst. En je kon natuurlijk ook gewoon die 84 uit de tekst gebruiken, want dan zou je nog steeds hier de formule hebben gebruikt. Maar ja, wij doen het even helemaal. We gebruiken alleen de formule, zeg maar. Dat werd niet gevraagd. En dat slaan we op in B. En dan krijgen we nog een bevestiging van dat het dat getal is. Oké. Okay. Dus dat is 83,9 puntje, puntje. Dan gaan we terug naar de vraag. De procentuele toename. Nou, dat is nieuw met uitgedeelde oud. Hè? Dus dat is 83,9 puntje, puntje. Min 51,8 puntje, puntje. Gedeeld door oud. Hè? Nieuw met uitgedeelde oud. Zo. Keer 100%. Dan deze keer wel netjes opschrijven. En dan kunnen we dat uitrekenen met de rekenmachine. Zonder dat we getallen hoeven in te toetsen. P min A. Gedeeld door A. Keer 100%. Die 100 moet je dan wel intoetsen natuurlijk. Zo. En dan kom je uit op 61,8 puntje puntje. Maar het moest op hele 62%. Oké, soms 17. Veel beginnende softwarebedrijven houden er binnen een paar jaar mee op, omdat ze zich verkijken op de tijd die in support moet worden gestoken. Bereken met behulp van de formule hoe lang het duurt totdat 90% van het percentage totdat 90% van het percentage werktijd ik vind dat best wel een aparte formulering eigenlijk. Ik heb er vorige keer overheen gelezen. Bereken met behulp van een formule hoe lang het duurt totdat 90% van het percentage werk. Oh. Waarom zeggen ze niet gewoon 90% van de werktijd aan support wordt besteed? Waarom 90% van het percentage werktijd?
Oké. Ik vind de zin erg raar. Maar goed, ik zal hem wel verkeerd lezen of zo. 18. Dus eigenlijk zeggen ze gewoon, ik wil dat de uitkomst van de formule 90% is. Dus we hebben hier die 100. Maar dan zou je zeggen dat 90% van de werktijd wordt besteed. En niet 90% van het percentage werkt. Belachelijk. Welk percentage? Oké. 1 min 0,97 tot de macht 2 t. Hè? Dit moet 90 zijn. En wat is dan t? Oké, nou dit kan je doen met calc-intersect. En we hebben hem al in de rekensing staan. Dus ik ga hem even doen met calc-intersect. Maar ik wil hem ook even algebraisch doen. Waarom? Nou ja, als die 90 een letter was geweest, had je het wel algebraisch moeten kunnen. Dat is een beetje de vloek van wiskunde A. Het hoeft niet algebraisch, behalve als er allemaal letters staan, dan moet het opeens wel. Oké, dus dan gaan we hier snijden. En dan kom je uit op 6,299 nog wat. Oké, nou dit gaan we even algebraisch doen. Kunnen we het algebraisch? Ja, dat kunnen we algebraisch. Moet het algebraisch? Nee. Maar je moet het wel kunnen als die 90 een A was geweest bijvoorbeeld. Dus wij doen het even met die 90. Nou, ik zou beide kanten even delen door 100. Dan krijg je 1 min 0,97 tot de macht 2t is 90 door 100, 0,9. 1 naar de andere kant, dan komt er min 0,1, hè. En die mintekens halen we dan weg. Dus dan krijgen we 0,97 tot de macht 2t. Is gelijk aan 0,1. Oké, nou, dan hebben we hier weer de situatie met het grondtal. Dus heel even kijken. Ik had net een verhaaltje over log. Oh ja, hier. Grondtal tot de macht exponent uitkomst. En dan kan ik de exponent berekenen door grondtal log uitkomst te doen. Ja? Exponent is grondtal log uitkomst. Dus dat kan ik hier ook. De exponent is 2t. Exponent is grondtal log uitkomst. En de uitkomst was 0,1. Dus mijn t is gewoon de helft hiervan. Dus t is de helft van 0,97 log 0,1. Nou, hier komt dan hopelijk ook die 6,299 uit. Dus we gaan het even proberen. Dus een half keer. Een log met een grondtal, dat kan je berekenen door je ln'en door elkaar te delen of andere logs. Maar je hebt een knop, hè? Logbase. In dit geval gewoon logbase gebruiken. Het verschil is dat het grondtal bij deze rekenmachine onder de grond staat. En niet bovenin de log juist. Maar ja, het betekent gewoon hetzelfde, zo'n conventie. En we komen uit op een ander getal. Okay. Wat heb ik gedaan? Nou, 90 en 100 is 10,9. Oké, dat hebben we wel. En als ik 1 afhaal van 0,9, heb ik min 0,1. Ja. Is dit dan weer voor iets belachelijks? Wacht even. Ik heb. Hier staat een 2, hè? Maar dat moet een 12 zijn. Dus dit wordt een 12 en dit wordt een 12 en dit wordt een 12 en dit wordt een 12. Dus ik moet niet door 2 delen, maar ik moet door 12 delen. Ja, of juist niet, want ze willen het in maanden weten. Dit zijn de maanden, dus ik kan het wel door 12 delen. Maar het antwoord is 75,59 af onder 76 maanden. Dus 6,299 jaar geeft 76 maanden. Of 6 jaar en 4 maanden, dat mag ook. Oké, jammer hier van die fout. Maar goed, verder gaat het best wel goed. Met behulp van de afgeleide van P kan de verandering van het percentage dat aan support wordt besteed worden bepaald. Ja, in ieder geval de snelheid van de verandering. Die afgeleide is van de vorm p-accent is getalletje keer 0,79 tot de macht 12t. Afgerond op 1 decimaal geldt k36,6. Breken k met behulp van differentiëren. Geef je antwoord in 2 decimalen. 5 punten.
En dan heb ik een beetje weinig ruimte opeens. Zullen we dit maar even uitvegen? Volgende keer moet ik mijn bord nog wel iets groter maken. En de computer hebben die iets sneller veegt. Oké. Nou. Goed. Dus som 19. Ik heb mijn formule voor P. P is 100 keer 1 min 0,97 tot macht 12t. Niet 2t, maar 12t. En ja, je kan natuurlijk die haakjes even uitwerken hier. Ja, er staat een hele rij met dit soort differentieersommen in het boek. Dus ja, als je die had geoefend, dan wist je misschien precies wat je moest doen in deze fase. Dit is een constante, die gaat weg bij differentiëren. En dit ding is wat we daadwerkelijk gaan differentiëren. Dit is een exponentiële formule met iets erin. Dus hoe ging het ook alweer? Heel even terugkijken naar het differentiëren van exponentiële dingen. Als je had e tot de macht x, had je het bijzondere grondtal e. De afgeleide daarvan was gewoon e tot de macht x. Als je een ander grondtal had, bijvoorbeeld 2, dan kreeg je ook als afgeleide die 2 tot de macht x. Maar je moest het nog vermenigvuldigen met de ln van het grondtal. Ln 2 keer 2 tot de macht x. En als je dan ook nog bovenin geen x hebt, maar iets, ik noteer dat zo met een blokje, dan is de afgeleide ln 2 keer 2 tot de macht iets. Maar vanwege de kettingregel krijg je dan ook nog keer de afgeleide van iets. En dat is de situatie waar wij in zitten. Dus je krijgt die min 100, het getalletje wat ervoor staat blijft gewoon staan. En dan die 0,97 tot de macht 12t differentiëren. Geef dus de ln van 0,97 keer 0,97 tot de macht 12t keer de afgeleide van 12t, dat is 12. Dus die voorfactor is min 100 keer ln van 0,97 keer 12. Dus dat gaan we uitrekenen. Min 100 keer de ln van 0,97 keer 12. En dan krijg je inderdaad hier je 36,55. En dat is afgerond 36,6. Wat belangrijk is hier dat je je conclusie opschrijft. Hè. Ze zeggen bereken k, dus dan moet je zeggen, oh, k is dit. 2 decimalen. Oké, dus hier krijg je 5 punten voor. Dus de mensen die het niet hebben opgegeven met differentiëren, die konden hier goed op scoren. En sommigen zouden zich daarna differentiëren. Boeien, dat ga ik lekker niet doen. Oké, het percentage werktijd dat aan sport wordt besteed, heeft zoals ook in de figuur te zien is, een grenswaarde van 100%. Dat percentage stijgt afnemend naar die grenswaarde. Ja. Beredeneer aan de hand van de afgeleide van P dat het percentage werktijd dat aan support wordt besteed inderdaad steeds minder sterk toeneemt. Oké, dus steeds minder sterk toeneemt betekent afnemend stijgend. Dus we moeten laten zien dat het afnemend stijgend is. Hoe zat het ook alweer? Afnemend stijgend, hier. Voor afnemend stijgend moet je hebben dat de afgeleide positief is en daalt. Dus als wij kunnen beargumenteren dat de afgeleide positief is en daalt, dan weten we dat de oorspronkelijke grafiek afnemend stijgend is. Oké. Meneer, waarom doen ze eigenlijk 2 keer dezelfde vraag in het examen? Nou, gewoon. Ze hebben gewoon een bak met vragen en dan stellen ze het examen samen met vragen. En soms komt er 3 keer rijen in en soms komt er 0 keer rijen in. En nu zijn ze heel erg dol op afnemend stijgend. Dus op een of andere manier. Oké, dus die afgeleide hebben we hier staan. En die getallen zijn allemaal positief hier. Hè? Dus we kunnen inderdaad zeggen, nou weet je, die p-accent die is hartstikke positief. We zien ook hier dat het grondtal tussen 0 en 1 is. Hè? Dus grondtal 0,97 is kleiner dan 1. En dit ding is gewoon positief hier. Dus die 0,97 tot de macht 12t, die daalt. En daarom p-accent ook dalen. Dus p-accent is positief, p-accent daalt. Nou, als we dit allebei hebben, dan zeggen we van hey, er is sprake van afnemend stijgend. Dat is het idee. Goed, de laatste vraag van het examen. Let op, de laatste vraag van het examen staat op de volgende pagina. Shinky. Nou, weer sport. En weer wedstrijden en punten. Oké, goed.
Nou, dit heb je natuurlijk allemaal gelezen. Er zijn 4 afstanden. De puntenverdeling is als volgt. Plaats 1, 34 punten. Plaats 2, 21 punten. Plaats 3, 13 punten. Bla, 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 bla. En als je plaats 9 of lager eindigt, krijg je geen punten. Oeh, dat is vervelend. Valt iets op aan deze punten? Ik had 1 leerling, die had het gezien. En die had, ja, er zijn misschien wel meer leerlingen die het hadden gezien. Maar er was 1 leerling die had het ook echt opgeschreven. Dat zei van, hey, dit lijkt wel een beetje op Fibonacci. En het is gewoon Fibonacci met de eerste 2 termen niet erbij. Dus het aantal punten van de 6e plek is het aantal punten van de 7e en 8e plek bij elkaar opgeteld. Enzovoort. Dus het aantal punten van plaats 1, 34 punten, is eigenlijk gewoon 21 plus 13. Dus dit zijn gewoon getallen uit de rij van Fibonacci. Ik denk dat ze dat hebben gedaan zodat je extra makkelijk gelijk uitkomt. Of zo. Ja, dat is in ieder geval een reden die ik kan bedenken. Maar goed. In werkelijkheid kunnen er op sommige afstanden extra punten worden behaald in de tussensprints. Deze laten we voor deze opgave buiten beschouwing. Oké. Dan kom je opeens veel minder snel gelijk uit. Tijdens het toernooi werd Shinki eerst op de 500 meter en op de 1000 meter. Tweede op de 1500 meter en vierde op de 3000 meter. Hij behaalde daarmee 97 punten. Shinki's klassificering is niet de enige manier om 97 punten te behalen. Hij had bijvoorbeeld ook eerst te kunnen worden op 2 andere afstanden. En tweede op een andere afstand en vierde op een andere afstand. Ja... Dus dan heeft hij eigenlijk precies dezelfde punten gehaald, maar wel in een andere volgorde. En dat is een andere manier om 97 punten te halen. Nou, dit is belangrijk. Je hebt hier dus dezelfde totale punten, dezelfde deelpunten, maar in een andere volgorde. En dat telt bij deze som als een andere manier. Bij som 1 ging het alleen maar over hoe vaak je bepaalde punten had gehaald. En moest je zeggen, ja, ik heb 2 mogelijkheden. Hier gaat het ook nog eens om de volgorde waarin je die punten haalt. Belangrijk onderscheid. Je kunt na een toernooi met 4 afstanden ook eindigen met een totaal van 55 punten. Natuurlijk. Dan ben je waarschijnlijk geen kampioen. Waarschijnlijk niet, maar het is interessant om te kijken of het misschien mogelijk is. Dus zou je kampioen kunnen zijn? Ook een leuke onderzoeksvraag, maar misschien is dat wel te moeilijk of te makkelijk, dat weet ik niet. Hier zeggen ze waarschijnlijk, dus dan laat ze de mogelijkheid open. Als je verveelt, hè, zouden zomaar in de herkansing kunnen vragen van... je hebt 50 punten, toon aan dat je kampioen kunt zijn of zo. Volgens mij is dat wel een leuke opgave. Maar goed, dan heb je misschien wel een keer een afstand gewonnen en een keer een tweede plaats gehaald. Het aantal 50 punten is op heel veel manieren te behalen. Onderzoek op hoeveel manieren je op 4 afstanden een totaal 55 punten kunt behalen. Oké, nou laten we eerst eventjes kijken naar op hoeveel manieren je 55 kunt maken van die Fibonacci getallen. We hebben hier de Fibonacci getallen en we willen het getal 55 maken. Nou, als je 34 punten hebt en 21 punten, dan heb je samen 55. Dus dan moet je eigenlijk 1 keer eerste worden, 1 keer tweede en 2 keren 9e of lager. Waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 9e en de 10e plek in deze som. Dat vind ik in de tekst niet heel duidelijk terug, maar niemand heeft erover geklaagd, dus dat zal wel. Oké, nou die 34, laten we die 34 even zo houden. Die 21, die kunnen we splitsen in een 13 en een 8. En die 13, die kunnen we splitsen in een 8 en een 5. Dus over dit. Maar we zouden ook hier de 8 kunnen splitsen in een 5 en een 3. Dus, nou zijn dit ze allemaal. Als je hier met 8 gaat werken, dan moet je hier een 8 doen, hier een 5. Volgens mij zijn deze 4 wel met winst. Dan kunnen we ook kijken naar wat er gebeurt als je tweede wordt. En misschien nog een keertje tweede. Dan kan je niet nog een keer tweede zijn, want dan heb je 63 punten. Dus dan gaan we hier maar even naar 13. En als je dit optelt, heb je precies weer 55. Dus 1 keer tweede, 1 keer tweede, 1 keer derde en een keertje niks. Dat kan. En nu kunnen we ze weer gaan opdelen. Die 13 kunnen we opdelen in een 8 en een 5. Dus we kunnen hebben 21, 21,
8, 5. We kunnen ook 1 zo'n 21 opdelen in een 13 en een 8. Dus dan krijg je dit. Oh, dit moet 21 zijn, sorry. Dus 21, 13, 8. En dan heb je hier nog een 13. Oké, dat kan. Oké, verder kan ik volgens mij niet zo heel veel. Kan ik nog iets opdelen hier? Ik heb die 13 heb ik opgedeeld. Die 21 heb ik opgedeeld. Dan heb ik niet zoveel ruimte meer. Oké, even kijken of ik ze allemaal heb. Even spieken. Ja, we hebben ze allemaal. Oké, dus nu is de vraag, op hoeveel manieren kan dit? Ik kan die 34 kan ik op 4 afstanden halen. En die 21 kan ik dan nog op 3 afstanden halen. Dus er zijn 12 manieren om dit te doen. Hier, die 34 kan op 4 manieren, 4 plekken. Die 13 kan dan op 3 plekken en die 8 die kan op 2 plekken. En hier heb ik bijvoorbeeld die 34 en die 5. De 34 kan op 4 plekken, de 5 kan op 3 plekken en de overige zijn dan de 8. Dus dit zijn dan 24. Dit zijn er weer 12. Hier heb ik weer 4 verschillende, zeg maar. Dus dat kan dan op 24 manieren. Hier heb ik 2 dezelfde. Dus dat kan op 12 manieren. Hier heb ik weer 2 dezelfde, kan op 12 manieren. En hier heb ik weer ook 2 dezelfde, dat kan ook op 12 manieren. Dus eigenlijk heb ik 1, 2, 3, 4, 5 keer 12. En 2 keer 24. Dus ofwel 9 keer 12. 9 keer 12 is, hè, dat is 2 keer 12, 24. 9 keer 12 is 108. Dus er zijn 108 manieren. Nou, hartstikke leuk allemaal. Veel combinatoriek, veel differentiëren. Veel toenemend, stijgend en dat soort dingen. Dus ik hoop dat jullie het geen ramp vonden. Dan sluiten we nog even af. Oh, sorry. Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.